Welkom bij een nieuwe Kevin's Keuze. Enigszins terug van weg geweest, niet helemaal natuurlijk. Maar als ik de tijd heb, dan kom ik graag vertellen over mijn rare smaak van over het algemeen toch wel gekke indie games. En dat is nu niet anders. Ik weet niet welk nummer we inmiddels op zitten. Maar er zijn er al een hoop geweest en er zijn al een hoop games langsgekomen die ik hopelijk aan het licht heb kunnen brengen. Uit de krochten van Steam heb weten te trekken en hier een podium heb kunnen geven. Laatste keer deed je dat misschien vanuit huis? Of was je wel hier? Heb ik volgens mij ook wel een keer vanuit huis gedaan. Ja, maar toen was ik volgens mij wel hier met Daan. Was dat volgens mij. Ik zit even te denken welke game toen. Er was toen één game en die spatte er echt bovenuit. Inscription of Loop Hero. Oh, ja. Loop Hero was het volgens mij. Dus dat is zeker al eventjes geleden. Is wel nog steeds een aanrader trouwens. Maar nu heb ik een x-aantal andere titels natuurlijk weer meegenomen. En is het uiteindelijk de keuze van joh, als ik er nou eentje zou moeten kiezen, welke neem zou het mee dan zijn? Ja. Qua zelf spelen of qua aanrader aan de mensheid? Qua aanrader zou ik dan wel willen zeggen. Want als het echt puur op mij aan zou komen, dan zou je af en toe bij dingen uitkomen dat je denkt van nou, ik zou dit, als ik het gratis krijg, nog niet eens aanraken. Dus geld voor toekrijgen. Ja, ik moet betaald worden om deze shit te spelen. Hey, even een kleine flashback naar een Kevin's keuze die niet is geweest. Mm-hmm. Als er niet nooit gepland is. Maar stel nou dat er drie maanden geleden een Kevin's keuze had Dave the Diver er dan bij gezeten? Geleden zelfs. Nee. Nou, een maand geleden wel. Ja, wanneer stond die op je radar? Eigenlijk pas toen die in 1.0 release ging. Ik heb een soort van, dat werkt heel gek, maar de seconde dat ergens early access bij staat, is mijn interesse gewoon compleet weg. Heb ik ook. Om twee redenen. Eén, het kan verkeerd gebruikt worden in de zin van, joh, we verkopen het alvast en gaan er weg, zien we wel hoe het loopt en we maken de game wel of niet af. Dat is enigszins een reden voor developers om het in early access te knallen. En de ander is een persoonlijke reden. Dat is namelijk dat als ik heel erg invested ben in een game, zoals bijvoorbeeld Dave the Diver, en ik had hem gespeeld toen die voor de helft compleet was, ik noem maar iets, en ik steek er dan 20 uur in, tegen de tijd dat hij volledig uit is, dan heb ik zoiets van, ja, moet ik dat weer allemaal doen? Een soort van. Dus het zit me dan ook in de weg dat ik gewoon niet per se het nog een keer wil spelen. Ik ben dan fatigued geraakt van de game en ja, dus zodra dat erbij staat, check ik het niet. En op een gegeven moment was er iemand in de stream en die zei, yo, Dave the Diver komt binnenkort uit, ga je dat spelen? Ja. En toen had ik zoiets van, nee, denk ik niet. Dave the Diver, wat wil je nou? En toen ging je kijken, oh my god. Ja, ik heb het nog staan, hij staat zo hoog boven op mijn wishlist, omdat het zo fucking lijp is. En hetzelfde trouwens, een andere game die jij, en het is bijna het andere item, dus laten we heel kort, maar ik ben ook heel benieuwd naar Dredge. Ja, nou, is ook dus een game met vissen als thematiek. Of ja en nee. Het gaat om vissen vangen, er zit een verhaal in. Je moet de vissen verkopen in Dave the Diver in de vorm van sushi. Bij Dredge verkoop je ze gewoon zoals ze zijn. Maar tegelijkertijd zou ik wel willen zeggen dat Dredge veel meer een avonturengame is en Dave the Diver iets meer een management game is. Ja, precies. Ja, fucking. Dan ben ik daar misschien nog wel psyched ervoor. Maar, ja, Dredge is qua stijl ook echt heel tof. Maar dat is niet eentje die ik heb meegenomen. Ik heb inmiddels ook al een item opgenomen met JJ. Ja. Dus misschien dat je die al hebt gezien of misschien nog niet. Maar die komt eraan waarin ik mijn favoriete games van 2023 tot nu toe bespreek. En deze twee games komen daar ook in terug. Dus dan weet je dat in ieder geval. Dat kwam, dit was een intermezzo door mij. Maar nu gaan we naar daadwerkelijke keuzes. Een hele terechte intermezzo was dit. Want die games verdienen het zeker om genoemd te worden. Maar een game die het ook verdient om genoemd te worden is denk ik ook meteen wel de vreemdste. Dus laten we die maar gelijk doen. Dat is een goeie. Dat is Pseudo Regalia. Ik weet niet eens of ik het helemaal goed uitspreek. Maar dit is echt typisch zo'n titel dat je gewoon op een avond op Steam aan het rondkijken bent en dat je denkt van morgen komt dit uit. Doe je dat? Ja, ik doe. Ja, maar. Ja, ik weet niet of dat leuk is of sneu, maar in ieder geval dat doe ik wel. Ik vind het wel cool. Iemand moet het doen. Dit is ook weer zo. Toch? Is ook weer zo. Want hoe weet je het anders? Ja, nee, daarom. Dus tussen al die hentai porno games op Steam zag ik ineens dit staan.
En als je tegen mij zegt dat iets een Metroidvania is, met roguelite elementen en weet ik veel wat allemaal, ja, dan... En 3D-puzzel, 3D-platform? Daarom, en 3D-platforming in de stijl van, nou, het deed mij het meest denken aan Super Mario 64. Een beetje die era. Dan ben ik eigenlijk wel, wel hooked. En dan heb ik zoiets van, nou, voor 5 euro, waarom ook niet? Ja. En speelduur is overigens nooit iets waar ik een game op zal prijzen of af zal rekenen. Maar 34 dan... minuten is wel helder. Ja, 20 minuten is wel echt kort. Nee. Ik ben hier toch wel 2 volle avonden mee bezig geweest. Van in totaal 3 uur. Dus nou, ik denk dat het zo'n 6-7 uur geduurd heeft voordat ik hier doorheen was. En het is best een hele competente Metroidvania. En ja, ik denk dat iedereen inmiddels wel weet wat dat genre inhoudt. Maar heel kort, je kunt op allerlei verschillende plekken komen. Op sommige ook niet. En voor die plekken moet je dus bepaalde abilities of items verzamelen op de plekken waar je al wel kunt komen, om vervolgens bij de nog niet bereikbare plekken uit te kunnen komen. Dat typeert een Metroidvania over het algemeen denk ik het meeste. En ja, ze hebben voor een hele, vind ik, toffe stijl gekozen. Heel veel mensen vonden het echt heel aftans. Het is echt heel aftans. Ja, maar hoe aftanser mensen het vinden, hoe vetter ik het vind. Precies, dus hoe meer mensen in de stream zeiden, joh, wat is deze game tyfus lelijk, hoe vetter ik het ga vinden. Ja. En hoe meer ik een soort van in het kamp ga zitten van, ja, nee, maar dit is de bedoeling. Iedere game op aarde moet er zo uitzien. Weet je, waar heb je het over? Dus ja, ergens is dat natuurlijk ook een soort van... ik zie dat het lelijk is, maar in al zijn lelijkheid vind ik het juist tof. Zeg maar. Dat is als de rest goed werkt... Nou, dat is het ding. Het werkt echt heel leuk. Het is echt heel makkelijk om een Metroidvania te moeilijk te maken of te makkelijk. Of om de abilities op hele rare plekken te leggen. En dat gebeurt hier soms ook wel eens, maar... Ja, of een hele ingewikkelde, of weet je, dat je, en dat lijkt me ook door de grafische stijl lastig om je te navigeren in de map of de wereld. Dat je denkt, nou, dat is dus het ding. Je hebt dus geen map. Nee, en daar hebben ze voor gekozen bij deze game, echt bewust. Want dat is wel aan de developer gevraagd van, yo lul, je bent echt een klootzak dat je niet hier een map in hebt gestopt. Want ik was na een half uur al de weg kwijt, bij wijze van. En zei ook, ja, heb ik gewoon bewust gedaan. Dat is gewoon wat ik vet vind. Ja, maar dat lijkt me moeilijk om aanknopingspunten te vinden in deze... Ja, en levels. Toch hebben ze dat wel goed gedaan. Omdat ze zijn wel, of hij, het is volgens mij een solo developer, heeft wel heel erg werelden gecreëerd. Dus een kasteelwereld en een bibliotheekwereld en een buitenwereld en een ondergrondse wereld. Dus ergens weet je wel een soort van, oh joh, ik moet nu naar de ondergrondse wereld, denk ik. Daar kon ik eerst niet komen, nu wel. Ja. Want ik weet dat ik de ability heb die ik daarvoor nodig had. Dat voel ik gewoon, of ik heb dat uitgevogeld. Dan kun je daar over het algemeen vrij makkelijk wel weer terugkomen. Dus ergens lastig, maar op een gegeven moment heb je een soort van map sense, als het ware, zelf ontwikkeld, waardoor je dat gewoon prima kunt doen. Ja. Of dit echt mijn keuze uiteindelijk gaat worden, nou, dit is dus typisch zo'n geval waarvan jij dus vraagt van, joh, zou je het zelf aanraden? Of vind je het echt alleen leuk om zelf te spelen? Ik denk dat de mensen die dit zien prima zelf ook weten van, yo, dit vind ik tof. Ik kan de stijl hebben, ik kan de iets wat repetitieve muziek hebben, ik vind Metroidvania's tof. En ik vind het vet dat dit een Game Jam game was die iets uitgebouwd is door een solo developer. Dat is leuk. Voor 5 euro, 2 avonden Metroidvania plezier, weet je, dan doe dat gewoon lekker. Ja. En dan is dat de eerste titel... van deze Kevin's keuze. Nice. Wat is de tweede? Dan een andere. Ja, die is compleet tegenovergesteld. Dit is echt een hele gelikte game. Een game die ook veel aandacht heeft gekregen van tevoren. En een game die het ook eigenlijk precies zoals verwacht heeft gedaan. En dat is Viewfinder. Oh. En Viewfinder is een game... Ik haat over het algemeen pretentieuze puzzelgames. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dingen als... hoe heet die ene nou? Van Jonathan Blow... Dat je die lijntjes moest connecten en zo. Nou, dat was echt... Hij vond zichzelf duidelijk zo slim met die game... dat ik het gewoon echt al heel vervelend... The Witness heette het. Ah, ja. Afschuwelijke game. ondanks dat dit er ongeveer hetzelfde uitziet qua stijl. Het heeft een beetje een cartoony-achtige grafische stijl. Dit is wel smart, toch? Is dit daadwerkelijk smart, inderdaad? Niet een soort van, oh joh, ik ga lijntjes connecten... en oh, ik moet op een bepaald perspectief staan... en dan kunnen de lijntjes wel connecten en op andere perspectieven niet. Er wordt zeker met perspectieven gespeeld... maar wel door je eigen intelligentie... en niet door dat je gewoon maar lijntjes aan trekken bent. Ja, zeg maar. Fair. Kan je het op meer manieren doen? Dat je zoals nu, maakte je een foto van, hè, van een skyline... en ging niet door het hek? Ja. Kan je ook een ander... Ja, jezus, hé...
Ja, nou, dat is precies wat een van de dingen die ik er tof aan vind. Deze game speelt heel erg in op je eigen creativiteit. Dit is toch vet? Dus als jij zoiets hebt van, yo, ik ga niet een trappetje daar bouwen. Ik zie dat de game wil dat ik daar een trappetje bouw. Ja. Met behulp van een foto, want dat is wat je doet. Je legt foto's in de wereld, waardoor je nou, uiteindelijk wegen creëert naar het einde van een level. Als jij zegt van, joh, ik wil daar geen trap maken, maar ik wil daar, weet ik veel, een robotje opstapelen door er oneindig foto's van te maken als je die mogelijkheid hebt. Precies. Dan kan dat ook. Of als jij om wil lopen en op een hele soort van rare route wil gaan, dan mag dat ook. Of je fabriceert zelf, ergens een ander soort trap. Of, bijvoorbeeld, of je gebruikt een ander voorwerp, wat duidelijk niet de bedoeling was, maar wat wel werkt. En dat zorgt ervoor dat het aan de ene kant best wel een makkelijke puzzelgame is. De game straft je niet snel af voor je eigen creativiteit. Dus alles werkt en dus is ook bijna alles een oplossing. Maar kan zo goed als. Werken zoveel dingen? Dat kan echt? Nou ja, stel je voor, je bouwt dus een trap of je bouwt een brug. Of jij nou een foto maakt van een balk of je maakt een foto van een muur en die roteer je. Ja. Het werkt altijd. Dus het maakt in sommige puzzels totaal niet uit. Er worden elementen aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een fotocopier. Of heet zo'n ding, een whatever the fuck, een kopieermachine. Ja. en soms dan staat er bijvoorbeeld een batterijtje achter een hekje. En hoe krijg je hem dan achter dat hekje vandaan? En, nou goed, dat zijn zeker dingen waar gewoon een oplossing voor vastgesteld staat. Ja. Maar puur het jezelf begeven door de wereld is 100% aan jou hoe je dat doet. Ja, wat vet. En je moet naar boven of je moet ergens... Je moet ergens soms naar boven, soms naar onder, soms gewoon naar links, naar rechts. Het maakt in principe niet uit. Je hebt een startpunt, daar span je als het ware. En dan heb je een eindpunt wat vaak een computertje is waarmee je weer naar de... of het volgende level wordt geteleporteerd of een main hub als het ware, waarbij je dus weer de volgende levels kiest. En uiteindelijk zit er een verhaal in wat te maken heeft met, oké, hoe kunnen we op deze manier dan de perfecte wereld creëren? Dus één wereld die focust zich heel erg op iemand die is slim met flora. En die heeft zoiets van, deze bloemen, nou, die doen het echt supergoed hier. En met deze bloemen kunnen we de perfecte wereld creëren. Nou, zo heeft iedere scientist of iedere professor heeft als het ware zijn eigen dedicated stukje game. Ja. Met als uiteindelijk einddoel, is dit daadwerkelijk een perfecte wereld? Want de daadwerkelijke wereld, dit is een simulatie waar je in zit, zoals de Animus van bijvoorbeeld Assassin's Creed. De echte wereld, daar is zeer binnenkort geen zuurstof meer. Dus hoe gaan we in deze viewfinder wereld zuurstof een soort van of herontdekken en mee kunnen nemen naar de echte wereld? Of hoe gaan we in deze wereld kunnen leven? Dat is een beetje het vraagstuk. Bizar, want je zou zeggen, het is gewoon een puzzelgame die er leuk uitziet en that's it. Maar er zit een heel soort van... Ja, er zit een filosofisch soort van vraagstuk achter. Ik moet zeggen, dat is wel echt ondergeschikt aan de rest van de game. Dat is echt slecht gedaan vergeleken met het puzzelen. Het is ook het voelt ergens een beetje far-fetched. Ze hebben gewoon zoiets van, hoe... beetje, Want je kan ook gewoon zeggen van, hey man, hier is een hele vette puzzelgame met een met perspectief. Weet je, zit in een LSD-trip en je hebt een viewfinder die foto's afdrukt en dan realiteit wordt. Of zo. Ja, weet ik veel. Maar... Klopt. Ja, doen ze niet. En wordt de game er beter van? Nee. Wordt het er slechter van? Ook niet. Nee. Als het er niet in had gezeten, niet erg. Maar ik sprak Shanna van het weekend en die had het hier ook over. Oh, oké. Okay. Ja, nou, snap ik. Mijn game van dit moment. Ja, snap ik. Dit lijkt me inderdaad ook zeker een game voor Shanna. En überhaupt een game voor mensen die het leuk vinden om... Ja, een beetje creatief geprikkeld te worden of zo. Van oké, hoe werk ik met perspectieven? Probleemoplossing is natuurlijk altijd in puzzelgames een ding. Ja. En hoe doe ik dat? En, stijl is mooi, muziek is leuk. Ja. En zeker. Ik moet zeggen, hij is wel iets te duur, vond ik. Want hij is echt in 4 uur uitgespeeld. En dan doe je echt niet je best. Dus als je aan het streamen bent en je bent afgeleid... en je speelt hem dan in 4-5 uur uit... Ja. Inclusief alle bonuslevels... Tenzij je misschien er meer moeite mee hebt of moet wennen aan de perspectieven. Of misschien een keer een oplossing niet ziet of zo. Dat kan natuurlijk. Dan ben je er iets langer mee bezig. Maar ik vind 3 tientjes voor daadwerkelijk echt gameplay. Waarvan één wereld ook nog echt tegenviel. Ja, vond ik gewoon vrij veel. Ik zal nogmaals nooit een game afrekenen op hoe lang die duurt. Al duurt die een half uur en kost die 100 euro. Als het een vet half uur is, weet je waarom niet.
Maar net niet in verhouding, dit voelde inderdaad. Een soort van beetje uit verhouding, inderdaad. Dus ja. Dat is het enige om rekening mee te houden. Ja, het is een dure game. Het is voor de yuppies. Het is voor de puzzel-yuppies onder ons. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat ik een klein beetje vergeten ben. Wat... Oh nee, helemaal niet, joh. Ik weet de laatste game alweer. Dat is Gloomwood. Ah ja, ik dacht dat je er nog één had. Maar, Dat zou kunnen, maar ja, die mocht ik niet meer doen van JJ. Want JJ zei, ja nee, die heb je al gedaan. Oh nee, ik heb er daarna nog één. Ja, toch. Ja, oké. Okay. Eén laatste game. Dat is Gloomwood. En, heb ik ook voorbij zien komen qua naam. Ja, wederom volgens veel mensen een aftandse game. Waar ik dan vervolgens weer niks van snap. Want dit is gewoon een ode aan de PlayStation 1 tijd. En dit is een soort van... Wat als Dishonored op de PlayStation 1 was uitgekomen? Yo. Dat is eigenlijk wat dit is. Nou, ik denk dat ik niemand hoef te vertellen hoe fucking lijp de eerste Dishonored met name was. En daardoor, vooral met dat touw, lijkt het ook op... Wat is het? Dark Messiah of Might and Magic? Klopt. Thief heeft het wel een beetje van weg ook. Ja. Het is wel echt een beetje... Je zou bijna kunnen zeggen, stel je voor... de studio achter Prey was nog in orde, zeg maar. Ja. Wat zouden zij dan gedaan hebben op de PlayStation 1 als ze vandaag de dag een game zouden moeten maken? Gewoon een immersive sim waarbij je met name aan het sneaken bent en aan het ontsnappen bent van een cult. En dat doe je door ze, af te leiden met kaas door het raam. Of je blaast ergens een kaarsje uit, waardoor het weer donker wordt. Nou goed, je snapt het. Dit is al een 10 miljoen games gedaan. Het grappige vind ik wel dus dat ik als jij zegt, het is een ode aan PlayStation 1, heb ik altijd zoiets van, ja, maar dat kan je ook doen met moderne graphics. Ja, zeker. Maar het grappige is natuurlijk wel, is dat we nu kennen, we hebben nu zoveel meer mogelijkheden in games, dat je die mogelijkheden kan doen in die artstyle. Ja, dat is dus dat ook is precies wat hier gebeurd is. Ja. Ja, ik weet niet. Ik ga dan altijd veel te ver hierin. Maar ik kijk dan ook de developer diaries en al dat soort gare shit. Het is echt alsof jij niet slaapt. Is ook zo. Ja. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, precies. Maar... Dus die developer diaries gecheckt. En daar zeiden ze inderdaad ook in van ja, waar gaan we uiteindelijk voor? Gaan we inderdaad voor echt een old school approach? Of gaan we wel... de belichting net eventjes wat realistischer doen. Of gaan we net even de pathing, wat toen nog niet mogelijk was van de vijanden, gaan we dat nu net wel even upgraden. Ja, maar en dat zou wel moeten. Gekozen. Ja, want anders maak je echt een ouderwetse game en dan in de negatieve... Dan ja, maar ik denk outdated. Wel dat al snel een game dan een beetje tussen wal en schip valt. Want wat ga je dan doen? Ga je en de pathing upgraden en de animations van het lopen? Of laat je dat dan juist wel weer zo oud? Okay, en ze hebben hier echt een perfecte, voor mij in ieder geval, balans weten te vinden tussen... Oké, dit is wat ik vandaag de dag verwacht van een game. Versus, dit is PlayStation 1 tijd. En dit is wat ik me van die tijd kan herinneren, zeg maar, van hoe het eruit zag. En de geluidseffectjes en hoe cheesy sommige dingen zijn. Ja, en ik vind dat heel leuk. Dan ga ik gewoon oude games spelen. Soms wel, maar dat is over het algemeen, moet ik daar wel echt natuurlijk. Zin in hebben, omdat ik heb daar niks aan. En dat klinkt heel stom, maar niemand zit er naar mijn idee op te wachten als ik ineens een PlayStation 1 game ga streamen, heel random op een willekeurige woensdag. Terwijl mensen het misschien wel tof zouden vinden om te kijken op stream, van yo, wat is er allemaal uitgekomen op Steam en wat voor gare shit heb je nou weer opgepikt? Ja. Dus de nieuwigheid ervan is voor mij reden genoeg. Oudigheid. Ja. Ja, en ik moet zeggen, oude games speel ik ook zeker. Dat is dan op een soort van retro-emulator ding. Oh ja, ja. Waar Boris het ook vaker over heeft gehad. Op de Steam Deck, daar doe ik dat veel op. En, ja. Ja, oké, okay, nee, precies. Dan snap ik. Daar ga ik niemand nog meer mee vervelen op stream. Dat doe ik al genoeg met dit soort garen zooi. Dus dat, ja. Maar lang? Leuk? Hij is nog in Early Access. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Inmiddels is de tweede map erbij gekomen. Maar om niet helemaal hypocriet te zijn, die ga ik nog niet spelen. Ik wacht nu totdat de hele game uit is. Ik was gewoon dusdanig geïnteresseerd in, wat is dit? En is dit daadwerkelijk echt zo goed als dat het kan zijn? Dat is het. En nu laat ik het liggen totdat het volledig uit is. Ja. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Dus alleen de eerste twee maps zijn er nog. En daar ben je ongeveer... Nou, als je er echt snel doorheen rent, ben je een kleine avond met de map bezig. En anders kun je wel twee avonden met één map doen. Oh, oké. Okay. Dus, ja, dus dat. Meer dan de puzzle game Viewfinder. Een hele hoop meer, ja. En volgens mij kost dit iets van 2 tientjes of zo op Steam nu nog. Want heel weinig andere platformen die laten early access dingen toe.
terecht ook. Maar, ja. Heb jij de early access van Baldur's Gate niet ook even gedaan toevallig of zo? Ja, nu klink ik heel... Ja, die heb ik ook gespeeld. Dat zijn de enige twee in de laatste twee jaar, ja. Ja, dat heb ik zelf ook alweer gedaan. Ja. Ik heb die ook gedaan, terwijl ik ook normaal gesproken... Ik heb ook de early access van Sons of the Forest gedaan. Oh ja, ja. Dus ik doe het nagenoeg nooit, maar... Ik kan er ook wel voorbeelden noemen van de laatste paar jaar. Ja, ja nee, kijk, hetzelfde. Soms dan is gewoon je interesse dusdanig gewekt. En dan zet je je principes opzij en dan ga je er gewoon voor. Dat is gewoon het ding. Ja. Dan zijn we aangekomen bij de laatste, ja. En dat is, ik hoorde Shelley hem volgens mij een tijdje geleden in een brieven maandag noemen. Dat is Bramble. Een Zweedse, ja, hoe kun je het zeggen, een vrij mythologische... Of in ieder geval, dat zijn de onderwerpen die ze aanhalen. Avonturen, puzzelplatformer zou ik het bijna willen noemen. Waarbij jij als Oele op zoek bent naar je zus. Want die is kwijt. En aan het begin had ik zoiets van, joh, dit kan heel erg hit en miss zijn. Unravel had ik dat bijvoorbeeld ook heel erg mee. Dat ik dacht van, oké, het steltje is leuk, maar zijn de puzzels er echt naar... Is de setting daadwerkelijk tof? En dat is altijd nog maar afwachten, zo ook bij Bramble. En ik moet zeggen, deze game doet niets unieks. Echt helemaal niks. Je klimt op bladeren of bladerdekken, of hoe je dat ook wil zeggen. Langs een rotswand. Je sneakt langs een vijand die toevallig heel erg naar je op zoek is. Je gaat het water over, want je kan natuurlijk niet zwemmen. En al die typische soort van puzzel-platformer tropes, die zijn ook hier waar. Ja. Maar dit is Noorse mythologie. Ja, en dat maakt het zo uniek. Het is heel duister. Ja. In de trailer komt het op zich niet heel erg aan bod. Maar hier. Genomen in de berenval. Ja, en dan is het volgens mij in de volledige release ook nog met bloed wat alle kanten op spettert en weet ik het wat. Dus je ziet echt een hele hoop bloederige soort van scènes waarin... of oelen of wezens die met jou meereizen op een gegeven moment doodgaan. Nogmaals, in geen één opzicht echt heel erg uniek. Ik zou niet willen zeggen van wow, dit heeft echt het puzzelplatform genre naar een nieuw niveau getild. Maar als iemand die niet heel veel weet van met name Zweden, laat staan de fantasie die bij dat land of uit dat land vandaan komt, hoort, dan ja, ik had wel zoiets van joh, ik ben gewoon daardoor geïntrigeerd en ik wil gewoon zien wat voor mythologische wezens ze daar hebben en wat de verhalen ervan zijn. En ja, dat er dan een verhaal in zit dat je zusje moet redden. Ja, prima. Maar dat was op zich niet de ster van de show, vond ik. Ik geloof voor 2 tientjes dat je deze op kunt pikken. En ben je echt wel een hele dag zoek mee. Ik denk een kleine 10 uur of een ruime 7 uur. Een beetje iets in die richting heb ik erover gedaan. Hele creatieve game qua uiterlijk, vond ik soms. Ja, maar dat komt ook omdat ik de stijl gewoon niet gewend ben. Ik ken weinig dingen uit Scandinavië. En ben dus ook niet... Dus voor mij was het al snel creatief, zeg maar. Ik bedoel, dus in dat opzicht ligt dat misschien ergens ook wel aan mij. Maar ik denk dat weinig mensen bekend zijn met deze stijl en met deze thematiek. En als je het leuk vindt om te puzzelen en of te platformen, dan is Bramble zeker de moeite waard om... om op te pikken. Ja, jij zei Unravel. Doet natuurlijk ook een beetje Little Nightmares denken. Heel erg, ook ja, goeie. Ook aan Inside? Limbo, Inside? Ja, maar die waren een stuk minimalistischer en wisten daardoor juist weer heel erg veel van je eigen denkvermogen te vragen als het gaat om, oké, waar ben ik nu? Waarom doe ik dit nu? Waarom? Ja, okay. Ja. Ik vind dat altijd leuk als games dat doen. Dit is inderdaad gewoon een verhaal wat je volgt. Er wordt echt zelden, wordt er mysterieus gedaan over, wat betekent dit wezen of zo. Het wordt gewoon van tevoren uitgelegd met een cutscene. Het wordt echt gewoon gepraat ook en wat ja, dan ook. Ja, ja, er wordt echt, er zit wel is wat de stem van in. Dat kereltje net zo eng als het design? Nee, niet per se. Nee, het is gewoon een heel hoog stemmetje zoals je zou verwachten. Ja. Met wel een hele coole vrouwelijke narrator eroverheen. Die echt heel... Ja, sprookjesachtig als het ware. Zo van, Oele loopt nu hier en hij komt nu deze bla 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 tegen. En een soort van, je wordt op die manier wel echt door de game heen geleid. Meer dan bij bijvoorbeeld een Limbo en een Inside. Ja, ik zou willen zeggen dat die games wel van hoger niveau zijn daardoor. Dat zijn intelligentere games. Ja. Maar als ik puur af zou moeten gaan op, ik wil echt een leuke game spelen, dan zou ik eerder bij Bramble uitkomen. Ik vond Limbo en Inside niet per se heel leuk.
Nee, die waren gloomy. Ja, daarom. En dat is ook heel vet op zijn eigen manier. Maar dat ga ik niet op in de zomer even op een leuke, weet ik veel, zondagmiddag spelen. Nee, maar ondanks dat dit duister ook wel is, kan dat dit wel zijn. Ja, omdat je ten alle tijden alles herinnert je eraan. Dit is een sprookje. En weet je, dit is een verhaaltje. En bij wijze van spreken vertel je dit over 3 jaar aan je kind. Voordat ze gaat slapen, zeg maar. Hoe gruesome het soms ook kan zijn. Ja, vet. Dat werkte gewoon heel goed. Ik denk wel dat als ik er eentje uit zou moeten pikken, dan zit ik even te kijken. Gloomwood is dus nog early access. Bramble doet te weinig creatiefs. Ja, ik zat zelf, en het is natuurlijk helemaal aan jou hoor, maar ik zat zelf wel zeker naar Viewfinder, die mij hier het meest heeft. Ik denk het ook wel, ja. Dat pseudo-regalia is echt niet. Die vooral niet. Nee, die zou ik niet blind aan kunnen raden. Als in Viewfinder misschien ergens ook niet, maar daar kun je nog dusdanig veel je eigen ei in kwijt. En dat ziet er nog enigszins uit als een game die dit jaar uit is gekomen, dus... Ja, laten we voor Viewfinder gaan. Maar kijk, je zou natuurlijk wel, ondanks dat het niks nieuws doet, Bramble kan je wel blind aanraden. Niemand zal dit kut vinden of hier een kut tijd mee hebben, toch? Nee, ik denk dat er weinig mensen zijn die echt zeggen van, dit vind ik gewoon echt verschrikkelijk of dit ligt mij helemaal niet. Dus wat dat betreft is dat ook wel op die manier blind aan te raden. Maar ik denk voor de meeste wow-effect had ik in ieder geval bij Viewfinder. Snap ik. Is denk ik ook wel de best uitgewerkte game en de meest gepolished game van alle games die ik vandaag heb meegenomen. Dus we gaan vandaag voor Viewfinder. Deal.